Er lopen heel veel mensen rond die zouden wel volmaakt willen leven, want we verlangen allemaal naar volmaaktheid. We voelen allemaal leegte in ons en we voelen leegte om ons heen en dat willen we graag volmaken. Alleen, hoe doen we dat, hè? Op dit moment leren we dat niet op school en we passen het ook niet toe in de maatschappij. En je hoort er eigenlijk nooit wat van, hè? Iedereen leeft maar gewoon wat en iedereen probeert zich te vermaken. Maar daar word je nog niet volmaakt van. Dus we moeten die leegte die we voelen in ons en om ons heen moeten we zien op te vullen. Nou, dat kunnen we anderen niet laten doen, hè? Dus een computerspel spelen, dat gaat niet lukken, daar word je niet volmaakt van. En films kijken word je niet volmaakt van. Eventjes vult dat een beetje een soort van schijnvulling, hè? Het vult eventjes iets op, het is meer een afleiding dan dat het echt iets opvult. En dat je echt voelt van oké, nou heeft het leven zin, nu voel ik me helemaal volmaakt, dit is het gewoon helemaal. En dat gevoel, hè, dus dat je leeft met passie en dat je een missie hebt en dat je een doel, een levensdoel hebt en zo. Dus dan ben je echt, dan heb je echt die volheid, zeg maar. Dan kan je die leegte echt opvullen. Nou, zie je eventjes, want kijk, om ons heen hebben we oneindig veel leegte. En in onszelf hebben we oneindig veel leegte. En heel veel mensen zijn bang. Hè? Dus als ze zich gaan vervelen, dan zoeken ze snel iets om die leegte op te vullen. Want dat is het vervelen, is die leegte voelen eigenlijk. Hè? Maar die leegte, daar moet je eigenlijk vrijheid van maken. Dus heel veel mensen zijn bang voor die leegte, omdat ze niet weten hoe ze die leegte moeten opvullen op een eigen manier die helemaal bij hen past, waardoor ze zich lekker voelen. Dus ze hebben geen idee hoe dat moet. Dus is onze taak om dat voor elkaar te krijgen, om dat te leren. En hoe leer je dat? Nou, die leegte kan je zien als een leeg vel papier. En er zijn zoveel volwassenen, zoveel kinderen die dit niet op een eigen manier vol kunnen maken. Ze gaan dan iets natekenen bijvoorbeeld, of ze gaan krassen, of zo, eigenlijk van alles. Maar ze hebben geen idee hoe ze dit op hun eigen manier, hoe ze hier van deze leegte een avontuur kunnen maken. Een eigen, uniek avontuur, een eigen ervaring. En dat leer je dus door kunst. Dat is dus kunst. Kunst is leegte opvullen op een eigen, unieke manier. Dus op dit moment zitten vast aan oppervlakkig leven en ze weten niet anders, ze staan op, ze gaan naar hun werk of je gaat naar school en dan bla 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 bla, hetzelfde verhaaltje, misschien een klein beetje variatie en zo, maar niks waardoor je bang wordt of waardoor je de veiligheid los moet laten of de controle los moet laten of de goedkeuring van anderen en van jezelf, dat stemmetje in je hoofd los moet laten. Dus het blijft allemaal hetzelfde, dus ze zitten eigenlijk hier vast. En hoe komt dat? Als je kijkt naar een natuurlijk creatieproces, dus een heel creatieproces zoals de natuur werkt, zoals het universum werkt, het bestaan werkt, dan zijn ze eerst aan het dromen, dus is eerst altijd een soort van chaos, een soort van groot speelveld waarin alles mag, dromen. Daarna gaan ze schetsen, daarna gaat uitwerken en daarna gaat afwerken en dit draait zo rond als een creatief molentje en dan daardoor ontstaat een creatieve wind, inspiratie, hè? Dus en het gaat steeds maar door. En dan elke keer dan is er dus een nieuwe situatie ontstaan en dan wordt het weer losgelaten en dan gaat het weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En daardoor wordt leegte op een natuurlijke manier opgevuld. Dus als wij dat ook zouden doen, want op dit moment op basisscholen, op gewoon echt... qua algemene vorming, hè? Basisschool is voor algemene vorming. Nou, er is geen sprake van algemene vorming. Er is eigenlijk sprake van algemene misvorming, want ze zitten alleen maar gelijk aan het uitwerken en afwerken. Al het bekende, alles wat bekend is, alle kennis, die wordt in de kinderen gepropt. Ja, al die dingen. En er is eigenlijk heel weinig of bijna geen ruimte om daarmee te gaan spelen, om nieuwe dingen te gaan ontdekken, om de nieuwe variaties. Dus dat hele speelveld is er gewoon helemaal niet. Dus het is gewoon letterlijk van, dit is het goede antwoord, dat moet je leren. En als je dat zegt, dan is het goed, dan ga je naar de volgende groep en dan ben je goed bezig. En dan, dus op die manier
worden ze zogenaamd klaargestoomd voor het leven, voor de maatschappij. Maar het is eigenlijk gewoon helemaal compleet vast komen te zitten en uitwerken. Kinderen van 5 jaar zijn nog super creatief, allemaal leuke fantasieën. En die hebben nog dat speelveld waar ze alles los van elkaar kunnen halen en kunnen combineren. En gekke dingen, die kunnen de gekste dingen zeggen. Echt super creatief. Maar later, als ze een jaar of 8 zijn, dan is het al gehalveerd. En als ze 10 zijn, dan is er helemaal niks meer van over. Dus daar zitten ze helemaal hier compleet vast. Dus ze wordt eigenlijk gedwongen. Al die inhoud is weg. Hè? Dus als je inhoud wil hebben, ja, dan heb je een lengte, breedte en een hoogte nodig. Maar die hele hoogte, die hele diepte, die is bijna verdwenen. Die zit alleen maar vast in die paar kleine. Ja, dat hele kleine wereldje van kennis die er opgedaan is en die wetenschappelijk bewezen is. En daar zitten ze dan helemaal in vast. Als we dat gaan toepassen, zo'n natuurlijk creatieproces, en dat gaat draaien. Dus kunsteducatie, heel veel tekenen elke dag. Tekenen zou het allerbelangrijkste vak moeten zijn, want in tekenen komt alles samen. Want tekenen is verbeelden. En verbeelden, daarmee doen wij alles. Onze verbeeldingskracht bepaalt eigenlijk welke kant wij opgaan in het leven, hoe wij onszelf zien, ons zelfbeeld, ons eigen beeld, ons toekomstbeeld, hoe we naar de toekomst kijken, hoe wij in het verleden kijken, al die beelden, al die ervaringen, hoe we dat kunnen verwerken, het wereldbeeld, hoe wij in de wereld staan, hoe we de wereld zien en al die mensen die allemaal vastzitten, en dat zijn er oneindig veel. Die zien alles gewoon letterlijk. Die kijken naar het journaal en zo. Van denk ik, oh, zo is het. Zo zeggen ze dat. Hè. Dit is het nieuws. Dit zijn de feiten. Tadaa. Maar als je die feiten, als je niet zo'n speelveld hebt en al die feiten komen en die kan je allemaal losstaan, dan zie je op een gegeven moment, kan je daarmee spelen met al die feiten, zogenaamde feiten. Want ze staan nu allemaal, al die feiten staan allemaal los van elkaar. En Die spreken elkaar ook bijna altijd tegen. Maar dan kan je er een geheel van maken, een eenheid. En dan begin je te begrijpen waarom iets gebeurt. Hè? Waarom dingen waarvan je in eerste instantie denkt van, nou, dat is belachelijk. Dan kan je het echt logisch maken. Want de wereld op dit moment is totaal niet logisch. Ik noem dat altijd biologisch, als je daarmee kan spelen. Want dan kan je er een natuurlijk geheel van maken. Dus biologisch is het dan eigenlijk. Hè? Hey, en dus als jij daarin terechtkomt, je gaat eerst, hè, dus je gaat begrijpen hoe kunst wordt gemaakt. En je kan kunst maken van alles. En kunst zorgt voor eenheid en harmonie. Dus kunst is echt gewoon de oplossing. Is de toekomst waar we straks op die manier gaan we, hè, door middel van kunst maken, gaan we alles straks leren op school. We leven in een creatie, in een schepping. En mensen zijn alleen maar scheppende wezens. En het enige wat we hoeven te leren is, hoe kunnen we op een natuurlijke, fijne manier creëren? Dus we doen niks anders dan creëren. We zijn alleen maar aan het creëren. Maar het is een heel verschil als je hier aan het creëren bent. En je gaat helemaal eigenlijk ontsporen. En het staat niet in het teken van eenheid en harmonie. Of je gaat echt. Ja, alles wat je maakt is massief, staat in het teken van en alles werkt mee van samenwerking, samensmelten en alles klopt dan met elkaar. En dan wordt het volmaakt. Niet alleen je eigen leven wordt volmaakt, je denken wordt volmaakt, de omgeving, je directe omgeving waar je, alles wat je allemaal uitstraalt, dat wordt allemaal volmaakt. Dus als je dat gaat doen, dan kom je hier los en dan gaat het weer draaien. Dus en het begrijpt het, we hebben hier uitwerken en afwerken zijn we hier, dus we hebben hier te maken, er zijn allemaal tussengebieden ook, hè. We hebben eerst te maken met dromen, dan gaan we zoeken, dan gaan we schetsen, dan gaan we vinden, dan vinden we nieuwe bruikbare vormen waar we mee verder kunnen, dan gaan we die uitwerken, dan gaan we dat vasthouden, dan gaan we op vertrouwen, hè. Geloven, echt vertrouwen, dat is echt ook een Dat moet je ook leren in het bestaan, in het leven. Dat het gewoon goed is allemaal. Dat alles goed is, hoe het allemaal gemaakt is, hoe wij gemaakt zijn. Gewoon alles. Het is gewoon hartstikke goed. Dus daarop vertrouwen. We kunnen ook niet anders, want we zijn er. En dat heeft het voor zin om er niet op te vertrouwen. En dan gaan we het helemaal afwerken, alle details. En dan, dat is zo belangrijk, en dat zouden we nu moeten doen, loslaten.
voor het dromen moeten we loslaten. We moeten oude systemen die niet werken loslaten en nieuwe dingen gaan proberen. Als je een speelveld wil creëren, moet je alle oude dingen loslaten. Dus niet meer vasthouden aan vaste overtuigingen, vaste meningen, maar loslaten. Laat ze in het speelveld, in het droomveld. Laat ze allemaal los, laat ze daar zweven. En dan gaan we opnieuw gaan we zoeken en nieuwe dingen gaan we vinden. Nieuwe mooie combinaties gaan we vinden. De nieuwe relaties gaat alles aan, zodat het allemaal beter. En dan, als dat gebeurd is, dan gaan we dat weer, uiteindelijk als er dan weer iets uit is gekomen, gaan we dat weer loslaten. Gaan we weer nieuwe dingen. En zo vormt zich heel langzaam een natuurlijk geheel. Wat op dat moment helemaal volmaakt is. Want dat, hè, dus het is een constante groei, dus een constante verandering. Dus wat volmaakt is, is ook steeds anders. De waarheid verandert op die manier steeds. Anders nu moeten we die kant op, nu moeten we die kant op, nu moeten we zo. Oh, dat er gebeurt dat, kunnen we daar. En dan kunnen we, als dat speelveld er is, dan kunnen we daar. Oh, dan zijn we niet meer zo krampachtig bezig met zoveel regels en zoveel wetten en zoveel meningen. En elkaar tegengestelde meningen en overtuigingen, waardoor kwaadheid van nee, ik heb gelijk en zo moet het. Nee, als je een speelveld creëert, dan speel je met elkaar en dan wordt het een totaal andere wereld. Dat is de wereld waar we naartoe gaan uiteindelijk, maar hoe lang iedereen dit nog vasthoudt en al die mensen die zich vasthouden aan hun bezit, aan hun geld, aan hun macht, aan hun status en die zo bang zijn om dat los te laten, het is onmenselijk. Dus je kan als je onmenselijke toestanden hebt, situaties hebt, daar kan je nooit mens voelen. En als je daarin terechtkomt, hè, in de wereld van geld, in de wereld van bezit, in de wereld, dan kan je gewoon helemaal niks. Dan zit je vast. Dus dan kan je geen mens worden. En dit hier, het is gewoon bedoeld dat we gewoon mens worden, dat we volmaakt leven. Dus en op deze manier, door een natuurlijk creatieproces toe te passen, door kunst te maken, door te leren hoe maak je kunst, hoe kan je verbeeldingskracht vergroten, versterken, zodat alles wat er op je afkomt en zo, niet allemaal letterlijk en waar je helemaal knettergek wordt en waardoor je gaat vechten of vluchten of waardoor je gaat bevriezen. Hè, dat kan allemaal gebeuren, maar dat je ermee kan spelen en denk van oh, kijk, nee, dit en dat en dat. Je ziet alleen nog maar mogelijkheden, alleen nog maar kansen. Je ziet het, ja, dan blijf je in het wonder en dat is prachtig, want dan blijf je een geïnspireerd mens en dat straal je dan uit en dan kunnen andere mensen daar ook weer geïnspireerd door raken en dan wordt zo stapje voor stapje wordt het helemaal. Het begint bij jezelf, helemaal bij jezelf. Je kan regeringen, je kan bedrijven, kan je allemaal niet de schuld geven. Het begint allemaal bij. Je kan gewoon nu al beginnen met een volmaakt leven. Als je een natuurlijk creatieproces toepast, dan kan je alles in je eigen omgeving veranderen. En je kan alle angsten die je hebt, hè, die te maken hebben met de veiligheid wat je vasthoudt, controle wat je ook vasthoudt en goedkeuring wat je ook vasthoudt, dat kan je allemaal omvormen en dat kan door alle angstmuren heen. Die verdwijnen allemaal en dan zie je allemaal prachtige schatten daarachter die muren. En dan denk je van, wat? Alleen maar omdat je door die muren te verwijderen, af te breken, ontstaat er een speelveld. En als je daar niet meer bang voor bent, want ja, dan het is een hele grote ruimte, een hele grote leegte, of als je het zo wil, maar dat is vrijheid waar je in kan. En als je weet hoe je van die vrijheid, hoe je daar gewoon lekker vrij in kan bewegen en dingen kan maken, dan is het heerlijk om gewoon daarin te leven. En dat is waar we allemaal naartoe gaan. Dus zo kan je volmaakt leven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!